zit echt stil. Ik krijg hem niet los. Ik ben druk bezig. Wil je hem los of niet? Ja, oké, zit dan stil. Oké, ik moet even... Je gebit is gewoon perfect. Ik weet het. Ik hoor het vaker. Hey, stop met zoenen. We hebben een crisis beneden. Wat? We zoenden niet. Ik probeer die beugel los te krijgen uit haar mond. Ja, ik moest hem in de Survivor en nu zit hij vast. Hey, mijn beugelbakje. Hoe kom je hier aan? Dus dit is jouw beugel? Als hij daarin zat, zeker weten. Dus eigenlijk zoen je nu met mij? Eeuw. Oh man, dit is lekker. Wat is dit? Bananenmuffin. Henry, je mag die muffin niet doorslikken. Wat? Niet doorslikken, dat is gevaarlijk. Kom uit de stofzuiger. Wat? Dat los jij! Captain Min heeft je ontslagen? Maar ik kwam er toch zelf achter dat je Kid Danger bent? Dat maakt hem niet uit. Ik heb het gezworen. Nou, je moet dit oplossen. Hoe dan? Weet ik veel, maar je vindt het antwoord niet op de bodem van een fles van chocoladesaus. Dat weet ik pas als ik er ben. Wat heb ik allemaal gemist tijdens mijn vakantie? Een scheermes. Oh, je hebt het over mijn snor. Hoe vind je hem? Ik vind hem nog erger dan je kettingportemonnee. Mijn chuk-chuk-ketting? Die is toch gaaf? Henry, wil je alsjeblieft even praten met je vriend? Jasper, ik vind die snor niet echt mooi. Dank je. Hij is prachtig. Wat? Die snor is prachtig. Het gaat me lukken. Ik ga er eindelijk... Oh. Wacht, wat gebeurt er? Nee. Dat gaat verkeerd. Ik had je bijna verslagen. Ach, soms speelt de kat even met een muis voor zij hem doodmaakt. Mag ik? Ja, ga je gang maar. Ze zijn wel met augurken. Dus? Jullie hebben toch een hekel aan augurken? Er komt een dag, Jasper, dat we augurken niet meer kunnen haten of lekker vinden. Dus zolang ik er nog ben... Geef ik augurken een kans. Ik ook. Oké, augurken zijn goed. Dit is niet te eten. Je hebt het dien? Ja, absoluut. Wacht. Wat? Waar was jij gisteren? Je was niet hier. Ik naar ergens was toe. Wat zei je? Ik was ergens naartoe. Dat is beter. Je later zie ik. Charlotte. Char. Wat is er toch met Henry aan de hand? Dat mag ik niet vertellen. Hij is bang dat je hem uit zal lachen. Ik zou nooit lachen om Henry's pijn. Kom op, wat is er aan de hand? Oké. Zijn vriendinnetje is verhuisd vanwege de reality show Kinderen in het Bos. Maar dat is toch al meer dan een jaar geleden? Nee, dat was Chloe. Zijn eerste vriendinnetje. Deze keer is het Bianca. Bianca doet mee aan hetzelfde programma als Chloe? Ja. Nee. Ben je alweer een vriendinnetje kwijt aan Kinderen in het Bos? Charlotte! Ray! Het is gelukt! Het is gelukt! Wat is gelukt? Ik ben aangenomen! Yes, het is me gelukt! Nee, het is mij gelukt. Ja, tuurlijk. Gefeliciteerd. Ik ben heel trots. Ja, ik ook. Ik ben aangenomen bij het Loof op Lettende Minderjarigenprogramma. Lomp. Oh, dat heet geen lomp. Nou, weet je wat? Het heet dus inderdaad lomp. Niet waar. Ja. Niemand mag vertellen tegen Jasper of wie dan ook dat Henry Kid Danger is. Kom op. Wat als ik beloof dat hij een geheim kan bewaren? Dat kun je nooit garanderen. Oké. Maar waarom kunnen we dan niet testen of Jasper het aan kan? Juist, goeie. Oké. Maar ik mag het nepgeheim verzinnen. Tuurlijk. Helemaal goed, man. Oké, dan.
En welk geheim wil je dat we hem vertellen? Dat jij en Henry vriendje en vriendinnetje zijn. Eww. Hey! Nou, als ik nog maar 2 dagen heb op deze wereld, dan weet ik wat ik ga doen. Een 4 liter bak roomijs en een lepel. Een 4 liter bak roomijs en een lepel. Kom op, Charlotte. Je kunt de laatste dagen van je leven niet alleen maar doorbrengen met eten. Ja, zeker wel. Oké, ik vecht wel. Maar ik moet eerst even strekken. Ik moet eerst even strekken. Je kunt niet gaan vechten. Die gas maakt je af, man. Niet dat ik hem gewoon hiermee neerzet. Ray heeft duidelijk gezegd dat je je kind deze spullen nooit mag gebruiken voor privéproblemen. Weet ik. Maar dat heeft hij niet tegen jou gezegd. Oh. Ze hebben hem voordat hij me raakt. Ik weet niet, ik wil niet. Oh. Vooruit, Mitch. Als u wilt vechten, waarom gaan wij twee dan niet? En daar hang ik. En nu is het tijd voor wat pijn. Ja, dit zou daar een goed moment voor zijn. Ik zeg, dit is een heel goed moment voor actie. Ja. De trap! Wat schilder je nou? De trap. We kunnen met de trap naar troep en zo. Ja! Ja! Kom mee! Gast! Ja? En je denkt dat we even een kilometer de trap op kunnen lopen? Ja! Dat wordt leuk! Het klinkt leuk! Kom op, kom op! Oké, kom op, kom op! We gaan met de trap. Oh ja! De man-trap! Kom mee! Hey, kom je? Oh, ja. Lieg je? Oh, ja. Oké, later. Wacht, heeft Charlotte nu een baan? Ja, ze is aangenomen. Oh. Wacht, wil je iets cool zien? Ja. Omhels me. Vertrouw me nou maar. Hier heb je een tissue. Dat helpt helemaal niet! Oeh, waarom ben je zo boos? Het is alleen maar een beetje varkenspoep. Ik ben niet boos vanwege die varkenspoep. Ik ben boos omdat mijn vriend mij heeft uitgescholden voor een baantjespikker. En hij zei dat ik geen hulpje kon zijn omdat ik een meisje ben. Later zei ik, jonge vrouw... Dat is hetzelfde! Charlotte wilde je baantje niet inpikken. Ik wel. Hij wel. Nou, omdat je op een groot varken hebt gereden en die boer hebt getackeld, ben je wel geschikt voor mijn baantje. Dank je. Maar ik wil jouw baantje helemaal niet hebben. Wil je dat niet? Nee, ik wil helemaal niet achter al die slechteriken en criminelen aanzitten. En vechten en helemaal vies worden en stinken. Ik wil dat wel. Zwart! Oh. Moet ik je soms over de knie leggen? Nee, geen billenkoek. Dus, vergeef je me? Dat doe ik nadat we hebben geknut. Ah, nee. Kijk, zo ken ik je weer. Lekker knuffelen.